Hey, Garrosik ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van Minecraft Survival. En ja, vandaag ben ik een beetje op een rare plek. Dit is waar ik uitkwam toen ik in de vorige episode met de Elytra zo ver mogelijk probeerde te vliegen aan het einde van de episode. Het zou zomaar kunnen dat het nieuw terrein is. Dus weet je wat, ik vlieg meteen even over dat snowbiome heen. Misschien vinden we dan wel een van die nieuwe structures die in snowbiomes horen te spawnen. Eerst ga ik even nog deze 50 blokjes naar boven zodat ik wat hoogte heb. Dus dan vlieg ik over het snowbiome heen en dan via daar vlieg ik zo snel mogelijk terug naar huis. Maar ik weet niet echt hoe ver ik zal komen, want ik ben nu niet op de 250 blokjes hoog waar ik zou willen zijn. Maar wel op 180 of zo, dus we zouden redelijk ver moeten kunnen komen. Ik ben natuurlijk wel, we zitten nu op min 1000, de base is op 370 op de X. Dus 1400 blokjes ben ik met de Elytra blijkbaar gereisd. Dus dat is nogal wat. We kunnen er echt grote afstanden mee overbruggen. Ja, dan ga ik dan kijken of we hier iets kunnen vinden. Als je kijkt naar F3, kan ik als het goed is, als ik dit op 0 hou, dus dit getal moet 0 zijn, dan verlies ik geen hoogte. Maar ik moet natuurlijk een beetje rond kunnen kijken. Nee, ik zie niks, hè. Ik zie geloof ik niks. Ik wil niet te veel hoogte verliezen. Dus ik hou het even op 0. En dan, ja, ga ik op deze manier maar terug naar de base. Ik moet waarschijnlijk wel nog een heel groot stuk lopen. Maar dat doe ik gewoon off camera. Oké, zoals jullie zien ben ik eindelijk weer terug bij de base. Ja, dat clipje van net had ik vorige week al opgenomen. Maar ondertussen zitten we in het nieuwe snapshot. 44B is het nu. En er zijn best een paar interessante dingen. En jullie weten vast nog wel dat ik de Ender Dragon heb gerespawned met clay. Nou, dat is nu dus veranderd. Ik geloof dat het ook al twee snapshots geleden was veranderd. Maar nu is het iets definitiever, geloof ik. Je hebt nu die end crystals die dus op de toren staan. Die kan je craften. Ja, dus je moet iets craften en dat moet je dan rond het oude portal plaatsen. Wat dus de eerste draak die je hebt gekilled heeft gemaakt. Dus het eerste portal moet je eromheen plaatsen in een bepaald patroon. En dan spant er een nieuwe draak. Dus ik heb nog best even geluk gehad. Want ik heb het gewoon met clay gedaan, wat je gewoon over kan vinden. Maar nu moet je dus iets meer moeite doen met het craften. Je hebt geloof ik glas, een Eye of Ender en een ghast hier nodig. Dus het is niet extreem moeilijk te craften, gelukkig. Dus mocht je nog een keer een Ender Dragon willen verslaan, kan dat zeker, alleen op een iets andere manier. Maar het was dus in het vorige snapshot of twee snapshots geleden kon je ze alleen krijgen van skeletons op paarden. Die nu blijkbaar dus ook spawnen. Maar dat is zo'n kleine kans, dus heel erg zeldzaam. Ik denk dat je op die manier bijna nooit de kans zou krijgen om de Ender Dragon opnieuw te kunnen spawnen. Maar nu heb je dus wel gewoon een kans, want je kan het gewoon craften. Dus dat is allemaal leuk, maar een andere feature is dat je de end rods nu ook kan craften. Met een blaze rod op een chorus fruit, dat is het. Ja, gewoon chorus fruit. Niet eens het seed, gewoon het fruit zelf. En dan moet het geloof ik wel lukken. Dus zo kan je ze craften. Dus dat geeft purple blocks een beetje wat meer nut. En dat heeft me ernaar gezet om een purple farm te gaan maken. Dus ik denk dat we daar deze episode naar gaan kijken of dat een beetje te doen is. Het probleem met dat soort farms is, geloof ik, ja, het grootste probleem is dat je gewoon als je het farmt, bijvoorbeeld met water, dan maak je gewoon de hele plant kapot. En ik maak nu echt een hele omweg, maar ja. Dan maak je echt de hele plant kapot. En dat is natuurlijk niet zo handig, want dan krijg je geen seeds. En zonder die seeds kan je niet opnieuw planten. Dus je moet die seeds altijd nog op een andere manier ook nog terugkrijgen. Dus dat is een beetje het nadeel. Is het tijd om de koeien te breeden? Anders ga ik dat meteen even doen. Ja, ik kan het best even doen. Dus dat is het nadeel. Je hebt toch een aparte farm nodig om seeds te krijgen. Maar het basisidee is best wel simpel, want je kan ze met pistons of met water of misschien nog wel op andere manieren, kan je die farms, kan je die planten gewoon helemaal kapot maken en op die manier oogsten. Maar ja, dat is dus ook meteen een beetje het probleem, want hoe krijg je de seeds dan? Dus daar wil ik naar gaan kijken of we een leuk design kunnen maken. Want die end rods zijn natuurlijk heel erg handig. Best wel unieke items ook, unieke manier om je gebouw te verlichten. En kijk, die koeien die duwen natuurlijk helemaal rond. Ja, dat is natuurlijk ook net mogelijk in de snapshots.
best wel raar om die feature weer terug te hebben, nadat het zo lang weg is geweest. Dus ja, dat geeft Coursefoot geeft Coursefoot net even wat meer functionaliteit. Was leuk dat je er blokjes van kan maken, maar nu heeft het ook echt iets unieks. Dus zeker, ik weet zeker dat we op een gegeven moment een farm gaan maken. Ik denk dat ik daar deze episode ook wel naar ga kijken. Koeien breeden is een stuk moeilijker nu ze me duwen. Ik kan geen kant meer op. Weet je, we hebben gewoon een ladder nodig, maar dat heb ik nu natuurlijk niet bij me. Oké, ik heb een ander idee. We doen gewoon even dit. Zo. Ging er serieus een koe dood door dat water? Oké, ik denk dat hij omhoog zwommen met zijn hoofd in een blokje kwam. Nou, dus ik maak hier even een ladder. Maar ik wil ook, zoals ik in de vorige episode zei, misschien even op de to-do-list kijken. Kijken of, ik daar iets zie wat ik meteen wil doen. En ja, even kijken. Maar ik wil in ieder geval een beginnetje maken aan de course food farm. Dus ja, ik ben nu al heel lang over aan het praten. Deze vervelende koeien zitten allemaal in de weg. Maar weet je wat, ik ga naar de to-do-list en dan nemen we even een kijkje. Ik zit te kijken naar de to-do-list. En sommige van deze dingen hangen hier waarschijnlijk al bijna sinds het begin van de serie, voor mijn gevoel. Of in ieder geval maanden. Waar ik naar zat te kijken was branch mine. Want ik heb natuurlijk wel een branch mine. Oh ja, trouwens, in dit snapshot zijn de stairs echt heel erg raar. Ik kan het opnieuw plaatsen, maar dat doet ook niet zoveel. Kijk naar die breaking animation. Het slaat echt nergens meer op. Maar ook bijvoorbeeld als je hier naar boven kijkt, zie je dat het heel raar is. Ja, het klopt echt serieus iets niet met al die textures van stairs dan. En hier zie je echt iets heel raars is aan de hand met die textures. Ja, jullie weten misschien wel dat ik hier ergens een branch mine heb, waar je best wel moeilijk kan komen. Maar het is er. Ik weet niet zeker of het nog toegankelijk is, zeg maar. Ik denk eigenlijk dat het... Nee? Serieus? Oké. Het is hier ergens. Maar ja, je merkt het al. Ik ben er heel lang niet geweest. Ik heb heel lang niet gebranchmined. Maar zoiets is natuurlijk gewoon handig om te hebben. Voor het geval ik weer geen resources heb. Maar nu heb ik... De laatste tijd enchant ik niet echt veel of zo. Dus daarom gebruik ik niet veel diamonds. Dus daarom is het ook niet nodig geweest. Oh, dit is het. Of niet? Ik weet het echt niet. Dit is waar ik net naar boven heb gestekt. Dus dit is het sowieso niet. Nou, oh hier, kijk, hier is het. Ik heb een branch mine, maar ik heb het heel lang niet gebruikt en ik heb er nooit echt wat van gemaakt. Dus ik wil gewoon opnieuw beginnen. Oh. Oké. Dat gebeurt blijkbaar. Dat maken we ietsje veiliger. Ja, je ziet wel een paar branches en ik wil dus opnieuw beginnen. Ik wil het middelpunt, dus zoals we het hier hebben, wil ik op dezelfde plek hebben als... waar we nu naar beneden gaan als ik naar storage room wil. Dus die drop naar beneden. Ja, dat je... Vallen we daar door het water of op een slimeblok? Ik weet het niet meer. Maar daar val je op iets zodat je geen damage krijgt. Gewoon een snelle manier om in een storage room te krijgen. Ik weet niet of jullie weten wat ik bedoel. Maar dus in het midden van de... van deze hal, zeg maar. Dit. Ik wil dat als je hier naar beneden gaat... Ja, ik val dus door water. Ik wil dat je hier dan aan de zijkant nog een drop naar beneden hebt. Dus dat ga ik nu even doen. Zal ik recht naar beneden graven? Ik hou een waterbucket bij me. Oh nee, ik moet sowieso twee blokjes breed maken. Want voor nu ga ik geen elevator maken. Want dat kost een heleboel iron. Die ik dan eerst zou moeten gaan branchminen. Ja, ik kan natuurlijk zo'n Minecraft elevator maken. Dat je gewoon naar boven klikt. Daar heb ik wel een beetje een trauma aan. Want in seizoen 2 van Minecraft Survival had ik waarschijnlijk echt weken gespaard voor die hoeveelheid iron. Het was echt heel veel voor me. En nou, het was niet dat de iron verloren ging. Maar weet je, het was best een prestatie voor mij dat ik die elevator had gemaakt. En alles stond netjes op zijn plek, alles werkte. En toen schoof één minecart uit balans omdat ik er tegenaan duwde. En ja, toen ging alles mis. Die ene minecart duwde alle minecarts op de een of andere manier. En dat was wel grappig voor de video, maar dat was voor mij best wel vervelend. Nou kijk, het kostte niet echt veel moeite om het op te zetten. Het is ook niet dat die iron verloren was gegaan. Maar weet je, ik was toen nog niet heel goed in Minecraft. Dus dat was voor mij best wel een prestatie en dat was wel verpest. Dus zo'n elevator kan ik maken. Natuurlijk met het risico dat het vreselijk fout gaat. Maar in principe zou dat niet moeten kunnen gebeuren. Als ik er ook gewoon niet tegenaan stoot. Ja. Dus dat is een elevator die we kunnen doen. We kunnen ook een slimeblock elevator doen. Wat natuurlijk ook altijd wel grappig is.
En we kunnen ook een piston elevator doen. Schijnt dat je, ik weet niet of het jullie iets zegt, maar je hebt een zipper elevator. Dat is dus eigenlijk zoals dit. Dus piston gaat omhoog, piston gaat omhoog, piston gaat omhoog. Dus die pistons komen bijvoorbeeld vanaf deze kant naar je toe en dan duwen ze omhoog. Dus piston omhoog, piston omhoog. En het is een beetje structuur als een rits. Als je naar een rits kijkt, dan zie je... het heeft wel iets weg van een rits. Want met een rits heb je dus allemaal van die uitsteeksels, links en rechts. En dat is dus eigenlijk wat die pistons ook doen. Die steken ook steeds links en rechts uit. En dan, zo duwen ze je naar boven. En je zat er precies tussenin. Dus je, beide pistons die doen als het ware één voet. En op die manier werkt dat samen. Ah, kijk, ik kom bij een andere branch mine. Leuk. dus dan is alles weer verbonden. Hier wil ik ook wel iets mooiers van maken. Kijk, voor nu krijgt het gewoon een ladder. Heel erg simpel, heel eenvoudig. Maar uiteindelijk komt er een elevator en misschien een mooie storage room. Misschien zelfs een furnace room. Maar ja, ik heb nu net dat automatic furnace boven gebouwd. Dus het is misschien ook een beetje zinloos om nog een furnace room te hebben. Maar het is natuurlijk... Ja, je komt altijd terug met veel iron en zo. En misschien ook wel... misschien wil ik wel gewoon cobblestone smelten. En ja, in de branch mine mine je alle cobblestone. Dus misschien is het dan ook wel logisch om dat daar te hebben. Het zijn veel te veel ladders, denk ik. Misschien is het ook wel logisch om het daar te hebben. Maar ja, aan de andere kant, het is een kleine moeite om, als ik uiteindelijk die elevator heb, om gewoon even naar boven te gaan met de elevator. En even naar het automatic furnace dat we nu al hebben te lopen. Weet je, dat is echt een kleine moeite. Dus ik denk niet dat ik dat ga doen. Nou, dan kom je hier naar boven en dan kan je alsnog via deze elevator verder. Of we maken... Oh, werkt het niet meer? Ah, het werkt gelukkig nog wel. Maar alleen hebben we niet genoeg hoofdruimte op een gegeven moment. Ik kan dus die elevator vanaf de branch mine... kan ik ook helemaal naar de oppervlakte, dus naar deze kamer laten gaan. Maar ik kan ook gewoon doen dat hij maar een stukje doet en dat je dan verder moet met deze elevator. Dat zou op zich ook geen probleem zijn. Maar deze elevator is nu te goed in de zin dat die slimebox je te hoog omhoog schiet en daarom raakte ik met mijn hoofd steeds het plafond. Maar dat lijkt nu ook wel te zijn opgelost. Dus ik denk dat ik gewoon een beginnetje maak aan de opbouw van de branch mine. Oh ja, ik heb trouwens een koe gekild omdat ik maar niet naar boven kon komen. Ze duwden me allemaal weg, dus dan heb ik er eentje moeten killen helaas. Ik heb wel kool bij me, laat maar. Dat heb ik net natuurlijk gemined. Ja, ik denk dat ik gewoon een beetje de opbouw ga doen van de branch mine en verder niet heel veel aan het design. Gewoon even dat ik duidelijk heb voor mezelf en dat jullie het ook weten hoe dat er een beetje uit gaat zien. Want als ik het nu niet doe, dan weet ik dat ik op een gegeven moment gewoon ga minen en dan heb ik niet echt meer een centrale hal. Dan begint er gewoon ergens een mineshaft en ja, dan zit je erin. Dus dat lijkt me niet echt handig. Ik wil er wel uiteindelijk iets moois van maken. En misschien moet ik ook sommige van die bestaande mineshafts een beetje opvullen, want anders wordt het misschien ook wel verwarrend wat nou bij welke mine hoort. Dus, wacht. Ligt het aan mij of is de texture omgedraaid? Het kan aan mij liggen. ik neem even wat stone mee. En dan kan ik ook dingen opvullen. Maar dan kan ik zeg maar dingen opvullen zonder dat het lelijk is met cobblestone. Maar het gaat er nu vooral gewoon om dat ik een beetje het design neer heb. En ik hoef natuurlijk niet naar boven te gaan. Dus dat ga ik nu even doen en dan ben ik zo terug. Oh, het is misschien... Waarom werkte dat niet? Ik drukte op S om naar achter te gaan. Nou ja, het is misschien wel handig om hier een waterdrop te hebben. Heel misschien. En misschien dat ik hier uiteindelijk nog wel een slime look doe of iets anders beters. Dit is wat ik tot nu toe heb. Het lijkt misschien niet veel, maar het geeft al een heleboel meer opbouw dan die vorige branch waar ik echt maar wat deed. Dus laten we hier wat bordjes doen. Dit is het noorden, dus laat ik hier een bordje hangen met noorden. En dan moet die torch ergens anders, ik doe het daar wel. En dit is dan het oosten. Zo, oosten. En op die manier kan ik veel beter weten waar ik ben geweest en wat niet. En waar niet. En als ik bijvoorbeeld weet waar een cool cave system is, dan kan ik wat makkelijker onthouden hoe ik er ben gekomen. Kijk, hier gaan we natuurlijk een tijdje door. Met deze tunnel van 3x3. En uiteindelijk ga ik naar de zijkant. En ja, je snapt wel dat als we hier naar de zijkant gaan en daar naar de zijkant, dat de tunnels dan uiteindelijk elkaar gaan kruisen. En als ze elkaar kruisen, dan stop ik en dan ga ik naar de volgende rij.
Nou, dan hoef ik niet per se te stoppen, ik kan ook doorgaan. Maar het ligt er een beetje aan. Maar op die manier, als ik dan, als ik hier bijvoorbeeld een bepaalde afstand ga, en dan hier ga totdat ik die kruis, en dan naar de volgende ga tot een bepaalde afstand, en dan, ja, dan is die afstand iets langer dan die. En dan hier weer totdat ik de tweede van, wat is het, van west kruis. En op die manier, dan sla ik geen ruimte over. Dan bereik ik alles, zeg maar. Dan is er geen ruimte waar ik niet ben geweest. En op die manier weet ik ook waar de cave systems zijn. En dan als ik ergens een cave nodig heb, dan weet ik bijvoorbeeld dat ik die kan vinden door de vijfde tunnel uit, naar het noorden. Weet je, dan kan ik dat op die manier wat makkelijker vinden. Ja, hopelijk werkt dat allemaal een beetje. En kan zijn dat ik uiteindelijk, dat ik gewoon, ja, het kan ook zijn dat ik gewoon begin met één richting. Misschien is dat makkelijk. Maar het is denk ik het beste om, ja, om de meeste grond te doorboren, is het denk ik het beste om, ja, het zuiden te doen en dan het oosten en dan weer het zuiden. Snap je? Tot het alles gekruist. Ik weet niet of dat duidelijk was. Kan ik het duidelijker maken? Nou, bijvoorbeeld als je bij het zuiden naar links gaat, dan doe je bijvoorbeeld dit, 1, 2, 3. Dan ga je bij het oosten naar rechts. Dan begin je bijvoorbeeld hier. Op een gegeven moment kruisen ze. En dan kan je bijvoorbeeld weer naar het zuiden gaan, ga je weer een afstand, maar dan ietsje langer. Stel je voor je, ja, dan moet je daar dus wel rekening mee houden. Moet je ietsje langer gaan en dan met het oosten kruis je dat op een gegeven moment ook. En je ziet het hier, uiteindelijk ben je gewoon overal geweest. Dus ik denk dat ik het op die manier ga doen. En uiteindelijk komt hier nog een mooi design overheen. Maar nu nog niet. Nu wil ik graag gaan kijken naar een purple farm. Oké, zoals jullie zien heb ik nu wat spullen bij me. Voor de purple farm. Ik heb ook een heleboel bluestone gekregen. Dat wordt waarschijnlijk het hoofdblokje waar we het uit gaan bouwen. Omdat het mooi bij de purple blok zelf past. En die elevator werkt toch nog niet zo heel goed. Ik geloof dat het iets met de elytra te maken heeft. Maar ja, ik heb het net ook getest zonder elytra. Toen had ik ook problemen. Dus ik wil het gebouw. Nou, ik weet niet of het echt een gebouw gaat worden. Het wordt waarschijnlijk meer iets in de open lucht. Maar ik wil het wel een beetje het purple thema geven. Dus weet je, als ik purple blocks had, had ik het ook van purple blocks kunnen maken in plaats van bluestone clay. Maar zoveel heb ik er niet. Dus dat is de reden waarom ik bluestone clay gebruik. Maar een andere reden is ook gewoon omdat het ook niet verkeerd is om iets anders te gebruiken. Want als we purple blocks zouden gebruiken voor de farm zelf, dan zou het misschien net even te veel worden, denk ik zo. Ja, omdat je dan precies dezelfde kleur hebt als de planten zelf. Dat zou misschien vervelend kunnen zijn. Dus er zijn twee mogelijke plekken eigenlijk, tenminste die ik nu in gedachten heb. Of we kunnen het in de woestijn doen. Dat is misschien wel handig, omdat we daar alle ruimte hebben. Waarom lag ik nu? Oh, het komt waarschijnlijk door die kippen. En door de koeien. Weet je, we hebben hier veel te veel farms. Eén van de twee moet weg. Ik heb net de koeien gebreed. Kijk, die chicken farm, ik doe er toch niks mee. Dus eigenlijk moet ik die gewoon weghalen. Ja, we kunnen het dus in het desert doen. Nou ja, voordat daarvan is natuurlijk dat we geen bomen weg hoeven te halen. Oh ja, hier heb ik laatst al die... hier had ik een keer hout nodig en toen heb ik al die savannebomen gefarmd. Oh kijk, we hebben ook een paar chunk problemen. Heb ik daar nog veel van staan? Dat valt wel mee. Maar misschien is het in de woestijn makkelijker. Oh, skeleton, wat doet die hier nog? Het is al lang ochtend geweest. Oké, dit is een beetje apart, dit snapshot. Klein beetje apart. Ik laat hem maar met rust. Maar we hebben hier ook niet heel veel ruimte. We hebben gewoon een best wel korte strook land. En in de woestijn is dat anders. Dus ik ga denk ik liever naar de woestijn. Dat was echt heel raar met die skeleton. Ik ga liever naar de woestijn. Dan hebben we alle ruimte. En in plaats van... Want kijk, met purple farms kan je een beetje hetzelfde doen als met een wheat farm. Je hebt gewoon ergens wat pistons. Die pistons gaan naar beneden. En dan komt er een heleboel water tevoorschijn. En kijk eens, dit is ook nieuw. Dit is nu helemaal transparant. Vroeger kon ik hier niet doorheen kijken, maar nu gelukkig wel. Dus dat is mooi. Oh, je kan ook helemaal van hier de base in kijken. Dat is eigenlijk best wel cool. Ja, je kan net zoals bij een wheat farm dat je gewoon rijdt van 8 pistons. Dan komt er wat water. En die halen, die oogsten het wheat. En dan krijg je allemaal seeds en wheat. Maar ik wil het wat anders doen. Ik wil het een beetje doen als een wc die doorspoelt, maar niet helemaal. Dus in de zin dat alles naar het midden toe stroomt. Dat is uiteindelijk het plan in ieder geval.
Dus in plaats van dat alles bijvoorbeeld naar links toe stroomt, stroomt alles gewoon naar het midden. Maar ik wil het ook een beetje wat mooier maken en niet zo standaard en saai als een normaal design. Dus ik wil ervoor zorgen dat het verschillende laagjes heeft. dat kan ik een beetje moeilijk uitleggen. Dus ik denk dat ik gewoon een plekje ga zoeken en dat ik ga beginnen. Je hebt natuurlijk wel endstone nodig om de, ja, om de chorus flowers op te kunnen planten. En ik zei de chorus seeds, maar ze heet eigenlijk chorus flowers. Je hebt er endstone voor nodig. Ik heb nu maar 13 endstone, dus dat moet ik in de toekomst maar weer even gaan halen. Ik ga eerst even wat land weghalen en dan zet ik even de basis op. Oké, om te beginnen heb ik hier even een heel kleine flower farm gemaakt. Is dit de bedoeling? Ik geloof het wel. Ik hoop het. Dit kan ik al oogsten op zich, toch? Ja, kijk, ik heb er nu al eentje extra. Ja, dus ik heb gehoord dat dit de beste manier is om die flowers en daarmee ook de seeds, zeg maar, te farmen. De dingen die je nodig hebt om de planten uiteindelijk te planten. Dus wat er hier gebeurt, dat kan ik ook al oogsten, is dat ze... ze hebben weinig ruimte om te groeien, zoals je ziet. Ze kunnen maar één blokje naar boven gaan. Dus dat maakt het heel makkelijk om te oogsten. En ik heb nu echt dan in een hele korte tijd heb ik er twee extra, dus dat is wel best wel fijn. Dus ze kunnen naar boven groeien, ze kunnen ook uiteindelijk een blokje naar de zijkant. Maar het komt erop neer dat het altijd makkelijk is om te oogsten, dus dat is fijn. En hier ga ik dus voorlopig de seeds vandaan halen. Oké, maar laten we nu beginnen met de farm. Nou, ik heb er nog twee chorus flowers planten, maar dat doe ik later wel. We beginnen even bij het midden. Nou, ik moet hier eigenlijk wat meer ruimte voor nemen misschien. Dit zou in ieder geval genoeg zijn. Het belangrijkste bij deze farm is eigenlijk dat ik kijk naar het water. Want omdat ik een beetje met vreemde vormen ga werken, moet ik wel kijken of het water uiteindelijk toch het middelpunt bereikt. Het is eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar met de wheat farm die we hebben. Want dat is ook een standaard design, maar met net even een andere wending. Dat is eigenlijk wat ik hier ook wil doen. Gewoon even wat originelers en wat anders dan normaal. Oké, dus dit wordt het hoofdblokje. De bluestained clay, dat heel erg paars is. Dat kunnen we hier ook goed voor gebruiken, want dat zijn natuurlijk wel de purple blocks en die zijn natuurlijk gewoon paars eigenlijk. Dus wat ik wil doen is waarschijnlijk dit vijf blokjes, hier een griet van 5x5 van maken. Misschien is dat te groot, misschien ook niet. Maar het is wel handig om uiteindelijk veel van deze purple blocks te hebben, want je hebt er geloof ik wel vier nodig voor één blokje. Of krijg je dan nog vier blokjes, even kijken. Natuurlijk, dat werkt zo niet. Je moet ze smelten. En daarna heb je purple bricks geloof ik. En als je daar vier van combineert, dan heb je pas een blokje. Dus weet je, het is wel handig om een grote farm van te maken als je er vier van nodig hebt voor één blokje. Dus het... wacht. Ja, dat heb ik wel nodig. Het idee is dus dat we dan hier een paar armen hebben. Dus het wordt een soort van plusvorm eigenlijk. Beetje gek. Dit wordt een nog raardere vorm dan de... dan de wheat form hebben, dat is een U-vorm. Maar dit wordt een beetje een plusvorm met een soort van extra aanhangsels nog. Dus dit zijn niet de aanhangsels, dit wordt gewoon een plusvorm. Maar daarnaast komen er nog wat meer aanhangsels en die komen er nog op een ander niveau, denk ik. Dus dat wordt denk ik wel interessant om naar te kijken als het wordt geoogst in ieder geval. Dat lijkt me ook wel iets leuks om te hebben, weet je. Het oogsten is dan niet... het is wel steeds hetzelfde natuurlijk, maar het is tenminste iets anders dan een standaard farm. Oké, dit kan weg. En dan hier aan de andere kant ook nog even een arm. We gaan best wel snel door de bluestained clay heen, dus ik hoop dat het goed komt. En anders moet ik wat meer lapis gebruiken, dat is ook niet de ergste zaak van de wereld. Dus hieronder zouden we dan een beetje ruimte kunnen maken om vervolgens dan bij de chest te kunnen komen. Zo. We hebben natuurlijk uiteindelijk meer endstone nodig, dus dat moet ik gaan halen op een gegeven moment. Ik weet niet of ik dat deze episode ga doen, ligt er een beetje aan hoe ver ik kom in deze farm. Maar ik moet later nog even kijken waar ik precies de planten ga neerzetten en hoeveel ruimte ertussen komt. Ik moet er wel op letten dat ik überhaupt ruimte overhoud voor die planten. Ik zou ook eigenlijk eerst even moeten kijken wat de meest efficiënte manier is om ze neer te zetten. Is misschien wel handig om te weten. Dus weet je wat, anders ga ik daar wel eerst even naar kijken. Oké, zoals jullie zien ben ik nu even in een testwereld. En ik heb twee course food forms klaargezet. Hier zitten er steeds drie blokjes tussen.
En met deze zitten steeds twee blokjes tussen. Dus ik vraag me af hoe groot het verschil is. Want het probleem is dat als er te weinig ruimte tussen de koresplanten zit, dan botsen ze tegen elkaar als ze groeien. En dan worden ze niet zo hoog en dan krijg je er uiteindelijk dus minder koersvoet van. Nee, kijk, met drie blokjes ertussen botsen ze bijna nou... Ja, ja, het valt best wel mee. Ze botsen geloof ik bijna nooit tegen elkaar. Hier, oh nee, zelfs daar niet. Oké, ze hebben in die tijd nog niet tegen elkaar aangebotst. En ik heb dus hier aan de andere kant iets van ongeveer dezelfde grootte, maar dan met steeds twee blokjes ertussen. En als je afvraagt waarom ze zo snel groeien, ik heb dit aangezet. Random tick speed staat op 1000 in plaats van 3. Dus dat is nogal een verschil. Ja, zal ik dit even volmaken voor het volledige plaatje. En ja, ik ben gewoon benieuwd hoeveel lager ze worden als ik maar twee blokjes tussen doe. Ik ga waarschijnlijk toch voor die met maar twee blokjes ertussen. Ja, tenzij ze echt heel extreem laag worden. Maar ja, en de reden daarvoor is natuurlijk dat het op deze manier veel minder ruimte inneemt. En ik kan nu veel meer planten kwijt in kleinere ruimte. Oké, dus ik maak deze rij even af. Wat hebben we tot nu toe? Zijn ze veel lager dan daar? Oké, de eerste rij niet. De tweede rij zie je toch wel duidelijk verschil. Ja, je ziet wel dat ze een stuk dichter bij elkaar zitten. Maar je ziet ze ook echt vaak tegen elkaar botsen. Ik geloof het niet eigenlijk. Nou ja, ik weet niet zeker. Het maakt zeker een verschil. Maar ik denk toch dat ik eigenlijk... Ja, vrijwel zeker voor deze methode gaan met maar twee blokjes er steeds tussen. Gewoon omdat het zoveel minder ruimte inneemt. En zoals je ziet worden ze alsnog redelijk hoog. Ja, en kijk, ze worden misschien wel iets lager. Dus dat betekent minder coarse fruit. Maar je kan wel op een even grote oppervlakte kan je er meer kwijt. Dus misschien dat je hier uiteindelijk toch nog meer uit krijgt. Maar ja, ik ben benieuwd. Ik ga in ieder geval voor deze manier. Dat weet ik zeker. En... ja, dit laat ik even zitten. Dit is misschien ook niet zo'n heel goede test. Want dit lijkt nu eigenlijk alsof het hier juist veel meer staat dan daar. Omdat ze gewoon dichter op elkaar staan. Nou ja, eigenlijk zou je het helemaal moeten farmen om het echte resultaat te zien. Maar ik ga gewoon voor deze manier. Dus ik vind dat niet echt nodig. Oh, ik ben wel iets best wel cruciaals vergeten bij het planten van de course flowers. Dit werkt natuurlijk niet. Hier gaat niks meer uit groeien. Daar gaat ook niks meer uit groeien. Dus we moeten het een beetje anders doen. Het is iets meer werk dan ik had gedacht. Maar je moet het dus wel... ja, als ze naar deze state gaan, moet je ze opnieuw planten. Dat is een beetje het ding wat ik was vergeten. En hier kunnen we dus ook niks uit halen. Helaas. Wel, waarom kwam daar geen course fruit uit? Nou, ik weet het niet. Dus heb ik nu al verlies gemaakt in de zin van course flowers? Ik hoop het niet. Ah, kijk, daar ligt er een, gelukkig. Oké, zoals je ziet heb ik nu al wat vooruitgang gemaakt. Het design is een beetje aangepast. In plaats van dat dit 5x5 was. Ja, want het was ooit 5x5. Nu is het nu 6x6. En dat is natuurlijk omdat we nu twee blokjes ertussen hebben. En daar moet ik het een beetje omheen bouwen. Dat is ook een beetje hoe we dit hele ding gaan opbouwen. We hebben steeds van dit soort... dit soort platformpjes van 6x6. En dat, en dan hou ik ook wel in gedachten dat we dit in de toekomst gaan uitbreiden. Ik wil nu even kijken naar het water, of we daar al iets mee kunnen doen. Het is misschien in de eerste plaats handig om hier signs te plaatsen. Dus dat ga ik even doen. En met hier bedoel ik dan boven de hoppers, ik weet niet of het duidelijk was. En jullie zien dat ik op sommige plekken gewoon sandstone heb gebruikt in plaats van endstone. Hey, dat ruimt. Maar ja, ik had dus geen endstone meer en ik had niet al te veel zin om het te halen. Dus dat doe ik dan. Als ik het ook uiteindelijk wil planten. Maar voor nu is het nog niet eens handig om het te planten. Want ik wil nog allerlei dingen testen met het water. Dus hier komen signs. Hier moet het water stoppen. En dan gaat het naar de hoppers. Ik heb dus ook extra hoppers gemaakt. Zodat het mooi in het midden kon gaan. Ja, dus ik wil gewoon... Oh ja, wacht. Nog wel even één dingetje. Wat ik heb te vertellen. En wacht, er is nog iets. Want we hebben hier dus al de beginnersvorm. Ik heb het plafond iets omhoog gedaan. Zodat ze iets meer de ruimte hadden. Misschien was dat een fout geweest. nou, dit was trouwens al gebeurd voordat het plafond verhoogd was. Dus dat is best wel cool eigenlijk. Ja, blijkbaar kunnen ze dit. Dat wist ik niet. Dat wist ik serieus niet. Dus ze kunnen voorbij het plafond. Dus het zijn een beetje... zijn niet echt meer onder controle. maar ja, ik krijg er wel veel seeds van. Dus dat is fijn. En ik denk dat ik het plafond wel op dit niveau ga laten. Want ik heb zo het idee dat ze... toch iets meer bereiken.
Letterlijk en figuurlijk. Nou, dat wij hier iets mee kunnen bereiken. Die laat ik wel gewoon groeien. Als een soort van reminder, denk ik. Ja, hoeveel heb ik er nu? Ik heb er nu 10. Dus dat valt eigenlijk wel een beetje tegen, eerlijk gezegd. Hier groeit allemaal niks meer, dus dit kan weg. Zo. Ja, het is niet echt veel wat je krijgt van zo'n farm als dit. Als ik er... Oh, wacht, dit moet ook nog. Als ik er echt veel wil, dan moet ik eigenlijk gewoon die grote gaan oogsten. Deze, dus misschien moet ik dat ook gewoon een keer doen. Dus met 3 blokjes hoog zorg ik er hopelijk voor dat ze nog wel een beetje zich in bedwang houden. Maar ik moet waarschijnlijk wat meer plafond toevoegen als ik dat wil. Anders gebeurt er nog steeds dit soort dingen. Zorg ervoor dat ik ze een beetje in bedwang hou. En zorg er ook voor dat ik er gewoon bij kan. Dus ik wil nu even heel snel gaan kijken naar het water. Even een van de basisdingetjes. Jullie zien nu dat ik hier een extra rij heb toegevoegd. En dat is omdat het water anders hierheen zou gaan stromen. En dat kan ook. Maar ik had meer in gedachten om het zo te doen. Dat het hier vandaan komt en dan uiteindelijk zo verder stroomt. Maar we moeten wel echt even kijken hoe we dat hier gaan doen. En het kan ook gewoon zijn dat we... Dat ik hier gewoon een rij met science doe en dat hier dan nieuw water begint. Weet je, dat kan ook. Maar ik ga het eerst even op deze manier proberen. En waarschijnlijk nog in volgende episodes nog wel op 100 andere manieren. Oké, hier gaat al wel iets niet helemaal goed. Want hier stroomt alles naar één punt. Wat kan ik daaraan doen? Ja, zou ik even naar moeten kijken. Maar hier gebeurt er deels wel iets goed. Maar dit zou niet perfect zijn. Maar ik denk dat ik al weet hoe ik dat moet oplossen. Nou, ik weet nog niet hoe ik het perfect moet maken. Maar anders moet het natuurlijk naar het midden stromen. En ik probeer het met zo min mogelijk steins te doen. Want als ik ergens een stein plaats, dan kan ik wel heel makkelijk het water op die manier stoppen. En dan gewoon een nieuwe source plaatsen. Maar een nieuwe source plaatsen betekent wel dat er ergens een dispenser moet zijn. Of een piston die het water vrij laat, zeg maar. Dus dat kost dan wel meer redstone en iron. En dat is natuurlijk niet echt de bedoeling. Oké. Dat klopte niet. Zo. Kijken of dit wat oplost. Ja, dit lost zeker wat op. Want nu stroomt het in plaats van hier rechtdoor, stroomt het een beetje meer naar het midden. En als het dan van deze andere kant ook nog eens aankomt, dan stroomt hier twee. Stroomt het die kant op en die kant op. En uiteindelijk belandt het dan daarin. Dus dat is de bedoeling. Alleen hier gebeurt nog iets heel geks. Dus dat zou ik dan in de volgende episode moeten oplossen. Ik weet niet zeker of ik hier aan verder ga in de volgende episode. Maar dat... zie ik dan wel. Ja, het is een aardig grote farm geworden. Kan zijn dat ik dit groot genoeg vind. Kan zijn dat ik dit ook nog ga uitbreiden. Maar als ik eenmaal de standaard setup weet, dan is het uitbreiden denk ik ook niet zo moeilijk. Dan is het gewoon te herhalen. Ik ga nu alleen nog even de abonnees opschrijven. En dan ga ik de episode afsluiten. Oké, ik wil voor deze episode Jos C, Krumbelina, Bike Race Plays, Bart T, DesXXB, Robin W. Ik ken jou. Je weet wie je bent. En dan HihiQY1. Geen idee hoe ik dat zou moeten uitspreken. En Truckpool video's online. Heel erg bedankt voor het abonneren. Season 3 episode 59 abonnees. Dus dat was deze episode. Weer een nieuw project. Hier past het niet meer bij, hè. Nou, dan doe ik het voor nu even hierin. Nieuw project met nieuwe course fruit. Oh kijk, je ziet het op een afstand. Die mini-farm die we hebben. Moet je maar even voorstellen hoe groot je dat gaat kunnen zien op een afstand als we die hele farm helemaal vol hebben geplant en als alles is gegroeid. Ja, dat kan je dan best duidelijk zien vanaf hier. Even kijken of we er in de volgende episode mee verder gaan. Als jullie nog ideeën ervoor hebben, laat het dan vooral weten. Want het is natuurlijk ook de eerste keer dat ik zo'n farm maak. Dat komt dan wel later wel. Dus ja, dat was het alles voor nu. Tot de volgende episode.